Vandaag geef ik antwoord op de vraag, wat zijn de frequentie en de modus? Bijvoorbeeld deze rij getallen. Dit zijn de leeftijden in de klas van José. De getallen noem je de waarnemingen. De waarnemingen kun je in een tabel zetten. In de tabel staat de frequentie. Dit is het aantal keer dat een waarneming voorkomt. Je noemt deze tabel een frequentietabel. De waarneming die het vaakst voorkomt heet de modus. Hier is de modus 15. Nog een voorbeeld. Zet deze getallen in een frequentietabel en geef de modus. Het getal 3 komt 4 keer voor. Het getal 4 komt 5 keer voor. Het getal 5 komt 4 keer voor. Het getal 6 komt 1 keer voor. Het getal 7 komt 1 keer voor. Komt twee keer voor. De modus is 4. Nog een voorbeeld. Geef de modus bij deze frequentietabel. Geen enkel getal komt het vaakst voor, dus er is geen modus. Kortom: de frequentie is het aantal keer dat een waarneming voorkomt. De modus is de vaakst voorkomende waarneming. Wanneer geen enkele waarneming het vaakst voorkomt, is er geen modus.